En dat, ik denk, doet de koningin hier ook boodschappen? Ik ben er nooit tegengekomen bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Dat lijkt me leuk. Hare Majesteit de Koningin Beatrix, die boodschappen doet. Dat ga ik even spelen. Kijk, ik speel even Hare Majesteit de Koningin onder koffer, hè. Kijk, hup, klaar, de koningin. Dus theater. Iedereen gelooft nou, daar staat de koningin onder koffer. Ik zie ook mensen denken, hè, hoe deed hij dat nou? Let op. Soms gaat het zo snel, hè. Hop, hop, hop. Oké, nou. Ze is onder koffer, ze gaat boodschappen doen bij de Aldi. Is lekker goedkoop en de Aldi is, ja. De eerste fout die de koningin maakt is de deur. Normaal staat de deur voor de koningin wagenwijd open. Maar ja, ze is onder koffer, hè, dus... Niemand herkent haar. Hallo? Bent u al open? Nee, ik zie al die deuzen nog op de grond gewoon liggen. Al die deuzen die heuren hier op de grond. Oh, zo. Dan moet je gewoon in grabbelen of zo. Oké. Jongeman, hallo, werkt u hier? Ja, mevrouw, ik hier werken, hier. Naamborden, Jerdogan Yılmaz, hier. Ik chef van Schuifel. Mooi, meneer Yılmaz. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asprut, blik, daar. Alles, gangpad 3, alles blik, blik, blik. Nee, de asperges in blik. Volgens mij weet u niet wat dat betekent. Belachelijk. Roept u de chef maar even. Nee, de chef. U werkt in de winkel zonder te weten. Roept u de chef maar. Ja, chef, ja, gehoord, chef, ja. Sikta olum güzeberken, poeh. Chef! Chef, komen. Ja, goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? En u bent? De chef. Nog nooit de Surinaamse chef gezien of zo? Jezus. Oh jawel, zo vaak. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asperges in blik, laat me denken. Hebben we asperges in blik? Nee. Wel doperten in blik. Wordt niet doperten, nee, we gaan doperten. Laat me denken, waar hebben ze asperges? Luister, u gaat hier de winkel uit, lange, komt u bij Dirk van den Broek. Daar verkopen ze asperges. Ja, ik moet weer terug. Dag hoor. Nou ja zeg, wat een brutaliteit. Weet u wel wie u zomaar de winkel uitstuurt? Ik ben de koningin van dit land. Oh ja? En ik ben de schipper van de bonte koe. Nou, eruit. Uit mijn winkel! Uit mijn winkel! Maar belazerd. Eruit! Jezus. Yılmaz, ik heb nog nooit zo'n dikke junk in de winkel gezien, man. Wat allemaal kieren weer. Ja, die zei, luister, ik ben de schipper van de bonte koe. De bonte koe is een boek, Yılmaz. De bonte koe. Begin boeken te lezen, man. Jezus. Volgens mij doet de koningin geen boodschappen. En ze leest ook geen brieven. Tenminste, ik heb er ooit één brief gestuurd. Ik was een jaar of 8. En ik schreef, lieve koningin van Nederland. Iedereen gaat op schoolreisje, behalve ik. Mag ik van u 62 gulden lenen? Nooit wat van gehoord. Maar ik denk natuurlijk, die krijgt zoveel brieven. Die leest alleen de belangrijke dingen. En de gevaarlijke dingen. Vorig jaar kreeg ze een kogelbrief. Nou, die moet ze gezien hebben. Keugels? Wie stuurt mij nou weer keugels? En wat zijn dit voor keugels? Mabel, kom eens even hier. Wat zijn dit voor keugels? Schoonmama, dit zijn 9 mm patronen voor een Heckler & Koch automatische machinegeweer. Maar ze passen ook in een Walther P5 of in een Brownie, kunnen ze ook in. Mooi. Ja, die weet er alles van.